Welkom bij een nieuwe Jupiler League vlog. Deze week zitten we in de auto met Dennis Hettinga van Go Ahead. Dennis, wat gaan we vandaag doen? We gaan vandaag naar een bruiloft, maar niet voor de bruidegom. Maar we gaan voor iemand om een Eagles shirtje te komen brengen. Want het is morgen Valentijnsdag en Dennis is vandaag iemand zijn Valentijn. Beste Sander, je vraagt je vast af waarom treffen wij elk ander. Nou, dat zit zo. Ik heb voor jou een speciaal cadeau. Het draait vanavond eigenlijk om Tony en Natasha, maar dat is niet waarom ik hier sta. Ik kom hier namelijk voor jou namens iedereen bij Go Ahead te bedanken. Want uit en thuis sta jij voor ons op de banken. 12 uitwedstrijden was jij dit jaar al van de partij en van de resultaten werd jij waarschijnlijk niet bepaald blij. Een overwinning in de competitie en één in de beker, veel te weinig, dat is zeker. Maar beste Sander, en nu ga ik de kern van het verhaal raken. Als echte supporter van Go Ahead ben jij niet te kraken. Wij kunnen altijd rekenen op jouw support. Dat is zoals het hoort. Hopelijk voel jij je met mijn officiële wedstrijdshirt nog aangenamer. En daarnaast krijg je een applaus van alle mensen in deze kamer. Ik zie je in Almere, want daar zal je toch ook wel zijn. Goed, Dennis Hettinga, je fan Valentijn. Dus. Hoppa! Nee, ik denk dat je voor me gewoon een interview doet omdat ik nog steeds in de uitwedstrijd meega. Hé, waarom doe je het en dit en dat? Ja. Nee, maar dat had ik echt niet verwacht. Maar waarom doe je het? Waarom ik het doe? Eagles is mijn club. Eagles is mijn alles. Dan heb ik vrij veel van werk, verjaardagen van familie en vrienden. Nee, Eagles gaat voor. Alles. Echt voor alles. Oké, mag van iedereen even de aandacht? Mooi. Graag wil ik Tony. En Natasha even naar voren. Mag ik wel een biertje alsjeblieft? Ja, altijd goed. Ik kom met Lembroek, ik sta uit de dolle bro. Nou, hartstikke bedankt dat wij van deze gelegenheid gebruik mochten maken om Sander zijn cadeautje te geven. En als laatste wat ik nog wil zeggen is, kus de bruid. Dat is het. En nu de punten nog, hè, jong?